Goedemiddag, mooie tijd om terug te komen. Hoe is het gegaan? Nou goed, we hebben vandaag heel erg zand gehad. Dus we hebben denk ik een kwartiertje gespeeld van twee bulten niet houden. Moesten de band helemaal aflaten. Maar dan moet je even wachten, moet je even bult hebben. Dus, maar volgens mij is dat weer de top 10, dus we zijn dik tevreden. Dus de Gina functioneert goed, dus alle modificaties die er in de afgelopen periode aan zijn gebeurd, die hebben eigenlijk zijn werk alweer bewezen tot nu toe. Nou ja, goed tot nu toe, hè. Dit stelt nog niks voor. En die duinen, dat gaat meer om de kapitelmotor. En al die dingen die veranderd zijn, dat moet nog maar blijken dat dat de tweede week in de rivierbedding met de keien, laat maar zeggen, dan sloopt je alles. Dus we hebben vandaag één keer bump geraakt. De piste was gewoon heel mooi glooiend en lekker zwaar zand. We hebben er al in de hoop zien staan armoeien en dan ga je met een glimlach daar voorbij. Dus. Dat is hartstikke mooi. Morgen de proef van Pisco naar Nazca. Zware proef van morgen? Ja, alleen we hebben vandaag, om het zo te noemen, laten we zeggen, twee foutjes gemaakt. En ik denk dat vandaag weer een stap was naar morgen, want morgen wordt weer iets heftiger. Die fouten van vandaag, kunnen voorkomen worden. Soms iets te gretig, soms moet je beslissing nemen en dan zit er een ander voor je en dan lukt het niet en dan moet je stoppen en dan sta je op. Ja, niet vast sta je als je dan niet eruit moet trekken, maar dan moet je gewoon echt je band aflaten, helemaal naar emergency en dan ben je wel even 10 minuten bezig om weer weg te komen. Dus daar leer je van en dan gaan we morgen zien dat dat beter gaat. En dan denk ik dat we op zich wel iets kunnen klimmen. Nou, hartstikke mooi. Morgen gaan we proberen weer je voor de camera te krijgen en dan zien we wat de proef van morgen gebracht heeft. Ja. Succes morgen weer. Dankjewel.